Vandaag is Total War Three Kingdoms verschenen en om dat te vieren vinden wij het een mooi moment om eens terug te blikken op deze rijke franchise. De eerste Total War game is inmiddels alweer bijna 20 jaar oud en via uitstapjes in Rome, Empire en zelfs Warhammer zullen we uiteindelijk belanden bij de nieuwste release Total War Three Kingdoms. Maar omdat de franchise zo rijk is en zo lang, gaan we voor het eerst in de geschiedenis van dit item hem in tweeën knippen. Kortom, dit is het eerste deel van de geschiedenis van Total War in een nieuwe GamersNet Retrospective. EA Sports. It's in the game. We gaan ver terug in de tijd. Want ontwikkelaar The Creative Assembly is alweer opgericht in 1987. Hun eerste games waren vooral in samenwerking met Electronic Arts en ze waren bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de DOS-versies van de oude FIFA-games. Na andere sportgames, op onder andere de Commodore 64 en Atari 800, wilde de ontwikkelaar eens iets totaal nieuws proberen. Deels inspringend op de hype van onder andere Command & Conquer, besloten ze een real-time strategy game te ontwikkelen onder de naam Shogun Total War. En deze game verscheen in het jaar 2000. Shogun Total War speelde zich af tussen de 15e en 17e eeuw in Japan. De game had toen al een grote focus op historische accuraatheid met het boek The Art of War van Sun Tzu als leidraad. Toen al werd de basis gelegd van de games die we nog steeds met veel liefde spelen. Het was al de bedoeling om een metagame te spelen die je om de beurten liet beslissen over steden, diplomatie, handel en religie. De andere helft van het spel liet al grote veldslagen zien voor die tijd. Het weer had al invloed op de gevechten en het papier-steen-schaar-principe was ook al van kracht. Het is bijzonder om te zien dat zoveel van wat we nog steeds gewend zijn in de Total War games al speelbaar was in het eerste deel. Het succes van Shogun was groot en hoewel EA en de Creative Assembly de samenwerking beëindigden, werd al wel snel gewerkt aan een nieuw deel dat zich zou afspelen in de middeleeuwen. Nieuwe uitgever Activision werd Medieval Total War aangekondigd voor een release in 2002. In de game diende je een rijk op te bouwen in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Voor veel reviewers was Medieval Total War een mijlpaal voor de game-industrie, omdat er honderden eenheden in 3D werden getoond en ook omdat je als speler bijzonder veel keuzes had in facties. Frankrijk, Engeland, de Turken, Romeinen of het Byzantijnse Rijk, al deze facties waren speelbaar en ze hadden alle eigen voor- en nadelen. De befaamde sieges werden geïntroduceerd in Medieval, wat ervoor zorgde dat je als speler steden kon veroveren met bijzondere machines als katapulten, rammen en ladders. Het gaf de real-time gevechten een extra dimensie, zeker als je bedenkt dat de westerse bouw totaal verschilde van de steden in het Midden-Oosten. Medieval werd enorm goed ontvangen door zowel gamers als de pers. Twee jaar later, in 2004, verscheen Rome Total War, een verbeterde versie van Medieval die je in het begin in de huid liet kruipen van een van de drie Romeinse families, de Julii, de Brutii of de Scipii. De game pakte overduidelijk de basis van de voorganger, maar liet je spelen met ubervette Romeinen. En dit bracht verschillende gameplay veranderingen met zich mee. De typische Romeinse formaties werden een feit en eenheden later in de game waren tot hun tanden bepanzerd. Verschillende Oosterse facties konden vechten met olifanten en kamelen en Romeinse chariots, paard en wagen, deden hun intrede. De veldslagen werden nog intenser omdat het moraal van je troepen belangrijker werd. Maakte je veel fouten, dan konden je soldaten van het veld vluchten. Iets wat meer dan eens gebeurde als de rangen werden gebroken door een doorgeslagen olifant. De metagame kreeg ook verdieping met een grotere focus op belasting en de tevredenheid van je volk. We zitten immers in de nadagen van het Romeinse Rijk en dus heb je de leiding over een stel verwende dreuten die meer nodig hebben dan alleen maar wat droog brood en veiligheid. Rome was een enorm succes. Alleen veel fans verlangden naar de charme van Medieval. De Creative Assembly luisterde naar de fans en kwam in 2006 met Medieval 2 Total War. Een regelrecht vervolg op Medieval en deze game speelde zich af tussen 1080 en 1530 na Christus. Wederom was het de bedoeling om een rijk te vormen, spannend over Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Een speler diende 45 landen te veroveren en tenminste één van de steden Jeruzalem, Granada, Rome of Constantinopel. Waar het vooral om belastingen draaide in Rome, werd religie veel belangrijker in Medieval 2.
Dit bracht al snel problemen met zich mee als je groter werd. Als jij als katholiek een islamitisch land overnam, dan konden er snel rellen uitbreken. Een goede leider weet een mooie balans te vinden tussen de geloven en moet dan maar hopen dat de paus geen oorlog uitroept tot andere geloven, want ook dat kwam voor in Medieval 2. Gelukkig waren er ook qua diplomatie meer opties aanwezig en kon je allianties vormen met betrekking tot geloof, handel en militaire macht. Medieval was een enorme game waarbij het laat in het spel zelfs mogelijk was om naar Amerika te reizen en daar oog in oog te komen staan met de Azteken. En ook Medieval 2 Total War werd goed ontvangen, al was er wel een steeds grotere groep fans die wat meer vernieuwing wilden. Deze vernieuwing kwam er zeker met Empire Total War, de game die in 2009 verscheen. Met de nieuwe uitgever Sega gingen we naar een compleet nieuwe tijd, de 18e eeuw. En dit bracht veel gameplay vernieuwingen met zich mee, sommige zeer welkom en andere iets minder. De grootste verandering was de toevoeging van vuurwapens die de veldslagen een volledig nieuwe twist gaven. In die tijd was de herlaadtijd bijzonder lang, wat zorgde voor zenuwslopende momenten als een groep paarden op je afstormt en jouw manschappen nog aan het herladen zijn. Daarnaast was er ook voor ons Nederlanders een leuke toevoeging, namelijk ons eigen land, inclusief Nederlandstalige eenheden. De game was daarnaast enorm, met Europa, Noord-Amerika, het Midden-Oosten, India en het Caribisch gebied als te veroveren locaties. Zoals je kan verwachten, in de Gouden Eeuw waren ook de zegevechten nieuw voor de franchise. Deze werden minder goed ontvangen, omdat ze vooral heel erg lang duurden. Natuurlijk was het mogelijk om deze gevechten te auto-resolven, maar een verlies voelde dan wel extra zuur. De zeegevechten waren, als ze eenmaal begonnen waren, wel mega spectaculair om naar te kijken en ze werden mega vet in beeld gebracht. Niet iedereen was even blij met Empire, maar vernieuwen deed de game zeker wel. Tot zover het eerste deel van deze Games at Retrospective over de Total War franchise. En Total War 3 Kingdoms is inmiddels uit en wij hebben de review dan ook voor jullie klaarstaan. En ook maak je kans op de epische Collector's Edition van deze game. Check daarvoor even de link in de beschrijving. En wij zien je snel bij gamersnet.nl voor het tweede deel van deze Total War Gamersnet Retrospective.